En welkom mensen van Dutch Gaming en welkom bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal van een nieuwe serie, de F1 Driver Career Mode, waarbij wij in de F2 zullen gaan starten. En dat doen we met een 2 sprintraces en 1 hoofdrace, omdat dat vorig jaar natuurlijk een ding was, dit jaar helaas niet meer. Maar ja, hoe meer races, hoe leuker de video. We doen namelijk 1 race per video en dat is voor jullie alleen maar leuk. Want in de F2 heb je vaak meer battles. Daarom wou ik ook in F2 starten, ook omdat anders de My Team een beetje gelijk loopt. En dat is natuurlijk niet leuk als je elke keer op hetzelfde circuit zit. Dus nu zitten we op Bahrein, volgende week op Monaco en zo gaat het door. Zoals jullie zien passen we ons coureursprofiel aan. We hebben ons bijnaam Anthony aan race nummer 8. Emotes boeien niet zo heel erg veel, maar toch passen we ze hier even aan. Omdat het leuk was, ja ik weet niet, ik had niet zoveel te doen, daarom is het ook even snel. We passen de helm ook aan, want het anders ook een beetje dan is het een beetje anders dan de My Team. Dit staat er natuurlijk helemaal los van, de naam van ons is ook gewoon mijn echte naam. En wij gaan voor Carlin rijden en dat doen wij voor de Red Bull Academy. Dat leek ons wel leuk en daarom starten we hier onze carrière ook. Laten we eens de intro starten en dan gaan we beginnen. Oké, nou dan zijn we hier aangekomen in Bahrein voor de kwalificatie. Kwalificatie, want we hebben geen vrije training, althans heb ik niet aangezet. Zoals jullie zien zijn wij kansloos in de eerste one-shot kwalificatie. Het was even wennen aan de Formule 2 auto, want ja, het is gewoon heel anders dan de Formule 1 auto. Dat is nog steeds zo en dat zal ook altijd zo blijven, wat natuurlijk ook zo hoort. Maar ja, daar hoort dus wel een laatste plek bij en dat is natuurlijk niet lekker, want dat betekent dat je de hoofdrace sowieso als de laatste gaat starten. Dus dit is best wel kut. We gaan naar de race. Welkom in Sakhir en het Bahrein International Circuit, waar de grid zich vult voor de race van vandaag. Bahrein heeft een uitzonderlijke baan van 5,2 kilometer. Er zijn veel mogelijkheden om in te halen in die 15 bochten. Deze baan staat erom bekend heel wat achterbanden te vreten. Dus let op hoe deze jonge coureurs omgaan met hun rubber. Dat zou uiteindelijk wel eens kunnen bepalen wie hier als winnaar uit de bus komt. Davide, je bent drievoudig winnaar op deze baan. Volgens mij in 2012, toch? Hoe is het je gelukt om je banden het een hele race vol te laten houden? Ze slijten zo snel hier. De sleutel tot de race is een goede start, zodat je een goede positie krijgt. Dan de banden zoveel mogelijk sparen en er op het einde tegenaan gaan. Oké, dames en heren, dan gaan we beginnen aan de eerste sprintrace van het seizoen. En de lampen zijn dus aan voor de Grand Prix van Bahrein hier in de Formule 2, waarin Wesseling dus als laatste start. En Lundgaard als 21ste, Samaya als 20ste en Deleda op 19 en Boschung op 18. Wij kennen geen goede start. En Lundgaard en Samaya die zijn een beetje aan het drukken en knoeien. Oh, wij moeten hier uitwijken voor Lundgaard. En dat doen we tenminste nog een beetje goed. Hier zien we Deleda met Samaya in gevecht. Deleda bedoel ik. Deleda of hoe je hem ook wil noemen. In ieder geval, Samaya is gezien. Op dit moment, hij zit er nog naast, maar het veld is al zo weer wit worden. Nee hoor, hij remt hem er weer naast. Maar wij remmen hem naast Deleda, althans als we een betere exit kunnen creëren. Dat lukt ons niet, maar Deleda blijft hier ruimte geven. En dan ben ik natuurlijk niet gek om er naast te zetten, want hij wou eerst naast Backman. Maar dat is hem niet gelukt. En wij proberen direct de aanval op Backman te openen, alleen dat gaat hier nog gewoon niet lukken. Fiscaal natuurlijk een Nederlander en Richard Verschoor ook nog een Nederlander. En natuurlijk nu wij zijn de derde Nederlander in de Formule 2. Het kan nog wel eens voor leuke Nederlandse onderrondjes zorgen. Jury Vips opent de race in een 1.43.1.1 en wij rijden nog steeds achter Backman. Maar we zien dat Backman gewoon heel ver weg rijdt en wij openen in een 1.51.2. Dat is dus gewoon even dik 10 seconden trager dan wat Jury Vips rijdt. Maar dat is logisch, want wij rijden natuurlijk als 19e op de startgrid. Nou, denk je dan dat we Backman helemaal niet gaan aanvallen? Nou, dan hebben jullie het gruwelijk mis. Wij divebommen hem er hiernaast. Aangezien ik dit als enige mogelijkheid zag. Maar Backman heeft hier gewoon de betere exit. En zelfs Deleda kwam er bijna naast.
Dan uiteindelijk in ronde 2 openen we in een 1.43.2. Dat is al in de buurt van de tijd van Yuri Vips, maar dat is toch dik 2.1 trager. Yuri Vips zou ook wel zijn tijd hebben verbeterd. Oh, wij downen hem intussen weer naast Backman. Maar weer gaat het fout. En weer leidt Backman voor ons. En dat houdt dus in dat Backman gewoon... heel goed is. Althans in het verdedigen van mensen. Want hier komen we gewoon weer. Kiekeboe, daar zijn we op onze mediums. Maar Backman en Kiekeboe, ik raad mij niet zomaar voorbij rijden aan de binnenkant. En ja, dit zorgt dus voor wel aardig wat omrondjes tussen ons. Ronde 4, 1.41.6. Dat komt al heel erg in de buurt van de snelste raceronde. En Backman verremt zich en daar schrik ik mij rot van. Waardoor Dallaire er weer naast kan, maar er niks mee doet. En uiteindelijk Backman dus verder weg weet te rijden door die verremactie. Of als hij het expres deed, is natuurlijk niet zo. Nou, dan zitten we in ronde 5. De ene laatste ronde van dit sprintrace. Van de eerste dan. En Backman is nog steeds niet veilig hoor. Want divebomb nummer 50 is aangekondigd. En dat weet hij zelf denk ik ook wel. 1.40.9 is de beste tijd nu op dit moment. Van ons dan. Maar Backman kan de laatste ronde misschien nog een aanval verwachten. Want die laatste ronde gaat nu in. En wij verbeteren ons tijd naar 1.40.6. Oftewel, het gat wordt steeds kleiner. En Backman weet dat we de tempo aan het verhogen zijn. En sterker nog, daar is die laatste divebomb. En lukt die? Backman is gezien, dames en heren. In de laatste ronde weet Backman het niet vol te houden. En pakken wij nog P18. Ja, het is voor de sier. Maar ja, weet je, je kan beter gaan inhalen dan dat je de hele tijd achter blijft. We vechten om niks. Maar ja, het is toch een beetje dat stukje racecraft wat je erbij krijgt. Nou, Nissani komt helaas te laat. We lopen wel in op hem. Maar dat mocht niet baten. Oscar Piastri wint deze eerste sprintrace. En wij komen als 18e over de streep. Het was nog niet heel erg goed. Maar wij gaan op naar het podium, dames en heren. Nou dames en heren, hebben jullie genoten van de eerste sprintrace? Dan zouden jullie denken van ja, dan zal dit ook alweer het einde zijn. Natuurlijk niet. Nu gewoon nog een tweede sprintrace en daarna de hoofdrace. Dus wij gaan nu op naar de tweede sprintrace, dames en heren. Hallo en welkom op het Bahrein International Circuit hier in Sakhir. Op de grid doen de technici de laatste controles en de race van vandaag zal zo aanvangen. Is er iets waar we vandaag specifiek naar moeten kijken? De teams zijn momenteel erg competitief, dus gaan we vandaag getuigen zijn van een run van iemand in het bijzonder? Hoi Alex, de teams hebben elkaar heel goed bestudeerd, dus ik geloof dat ons een zeer interessant evenement te wachten staat. Ik kan niet wachten hoe deze race gaat uitpakken. Nou, daar zijn we dan op de baan voor de tweede sprintrace van het seizoen 2022. Ik bedoel 2021 eigenlijk, hè? De lampen zijn uit, dames en heren. Ben Fiscaal start vlak voor ons. Wij hebben een wat betere start dan Nissani, maar uiteindelijk toch niet. Backman wil ernaast. Nou, dat laten we ook gewoon rustig toe. Hier is Dallaire, daar is Backman. En dus verliezen we eigenlijk praktisch twee plekken, drie plekken. Komen we dan echt als laatste eruit? Nee hoor, want Lungard geeft op. En dan komen we dus als, niet als laatste, want zelfs Samaya zit er nog achter.
En dan komen wij weer naast Bergman terecht. Nou, heeft hij een enorm trauma aan ons, dat zeker. Wij remmen hem daarnaast. Oh, daar schrikt de Leda van. En die zet hem daardoor naast Ben Fiscaal in de Trident. Maar de Leda had totaal geen grip, waardoor we hem kunnen pakken op P18. Kunnen we dan ook aanvallen op de Nederlander Ben Fiscaal in de Trident? Nou, jongens, dan kennen jullie mij. Ik pak hem. Maar oh, wij schrikken ons hun hoedje. Waardoor Ben Fiscaal gewoon weer voor ons komt. Ja, jij kan gewoon laten remmen dan bots. Ja, dat zijn gewoon de harde feiten. Weet je wat ook zo mooi zijn, die F2 auto's? Dat de uitlaat altijd brandt als die... Als ze opschakelen, dat is altijd wel mooi om te zien. Als ze naar een hoge versnelling gaan, dan brandt die. Maar ja, Ben Fiscaal is zeker nog niet veilig, want kijk eens wat voor run we hier naartoe hebben. En dan kunnen we Ben Fiscaal hier gewoon al inhalen. En hier zie je het niet zo vaak dat hier ingehaald wordt. Nou ja, met F2 auto's kan je dan ook wel makkelijker inhalen natuurlijk. Maar het is zeker nog niet makkelijk, aangezien natuurlijk met gelijkwaardige auto's zitten rijden. Dat maakte het ook wel extreem moeilijk. Zoals hier in ronde 2, waar we aan Zendeli voorbij kunnen gaan. Als wij hier laten remmen. En dat doen we. Zendeli schrikt daar een beetje van. En hierdoor kunnen we daarnaast, omdat Zendeli van dat schrikken wat minder tractie had. Minder grip, waardoor wij Zendeli voorbij kunnen steken. En nu op weg gaan naar Roy Nistani. Roy Nistani zit al een hele tijd in de Formule 2 en ik snap nog steeds niet hoe hij hier nog steeds in kan rijden. Maar dat is aan Williams. Wij laten Roy Nistani in ieder geval even zien wat echt rijden is. En divebommen hem die hiernaast. Wel een goede divebom. Laten hem iets naar buiten lopen, zodat Roy Nistani er niet naast kan blijven. En hierdoor staan wij op een P15. Ja, dit is gewoon weer om niks, want eigenlijk moet je P8 halen voor punten. En P8 is gewoon niet haalbaar in zulke kleine marges laps. Maar dat maakt het ook leuk, want ik ga geen 50% races doen, want dan ben ik hier 2 of 3 uur mee bezig om de opnames te doen. Dat steek ik liever in mijn team. Nou ja, Bosjoen wordt ook gezien en daardoor staan wij op P14. We zien wel dat volgens mij Guang Yu Zhu de wedstrijd aan het leiden is. Inderdaad, die zit nu nog niet in de Formule 1, aangezien het de Formule 2 auto's zijn van vorig jaar. Voor de mensen die dat nog niet wisten, kan ik me niet voorstellen dat niemand dat wist. Ja, het is inderdaad Zhu Guang Yu die de race leidt. Dan kunnen we op naar Red Bull Junior gast Daruvala. En Daruvala, daar kunnen we ook snel aan voorbij. Want kijk eens, we doen hetzelfde als bij Ben Fiscaal. We pakken hier wel een track limit. Ik snap niet waarom mij dat nooit was opgevallen. Maar nou ja, in ieder geval komen we hier naast Daruvala. En dan zijn we ook voorbij aan Daruvala. En dan kunnen we nu naar Timo Pochet en Liam Lawson. Liam Lawson is natuurlijk ook een Red Bull Junior. Waar ik enorm fan van ben. Die jongen deed het ook hartstikke goed in de DTM. Zhu Guangyu blijft me hard rijden. 1.41.4.1.1 is nu de snelste raceronde. Daar gaan wij natuurlijk nooit aan komen. Nee, 1.41.6.2. Misschien zit het er nog wel in. Want we hebben natuurlijk heel veel battles gehad. Daruvala trouwens komt terug in de battle. En probeert zich er weer voorbij te wringen. Sterker nog, op papier lukt hem dat. Maar wij weten hier een betere exit te creëren. Iets meer speed mee te nemen. Waardoor Daruvala er weer achter moet kruipen. En het hier ook gewoon niet meer naast zou kunnen, denk ik. Alhoewel, Daruvala komt natuurlijk terug met de DRS. We proberen nog wat te verdedigen. Maar Daruvala remt zich er zeker weer naast. Alleen is dit kansloos, wil ik zeggen. Ja, want wij hebben hier weer een betere exit. Waardoor Daruvala er weer achter mag. En wij nu kunnen focussen op Timo Pochet. Want Daruvala inmiddels op een seconde. 1.41.3 is nu de snelste race ronde. Kunnen we dat verbeteren? Ja, 1.41.0.2.7. Dus we rijden 3/10 harder dan de rest van het veld. En dat is op zich wel positief. Hier kunnen we ook direct voorbij aan Timo Pochet. Een late move. Maar Pochet schrok ervan. En dat was ook juist de bedoeling. En hierdoor kunnen we op naar P12. Ja, je moet divebombs doen, anders valt in de Formule 2 inhalen bijna niet te doen. Oké, dan kunnen we nu nog op naar Liam Lawson, want Piastri is te ver weg, lijkt mij. Hier, Liam Lawson, kunnen we die nog voorbij om voor P11 in de wedstrijd? Nee, beter exit Liam Lawson. Ja, dat betekent dat Oscar Piastri sowieso veilig is. Want wij moeten de volgende ronde gaan opofferen om Liam Lawson voorbij te gaan. We proberen hier een betere exit te creëren, lukt niet echt. Ja, we zijn ietsjes beter weg. Maar nu met DRS, kunnen we dan voorbij aan Liam Lawson? Met Slipstream, anders werkt DRS totaal niet bij de Formule 2 auto's. Oh,
Maar we raken zelfs aan de achterkant Lawson. We proberen later te remmen dan Liam Lawson. Dat lukt ook, want we zijn er praktisch aan voorbij. Aan de ene kant ook weer niet. Maar we zitten er nog naast. En Liam Lawson drukken we een beetje naar buiten. Zodat hij een beetje minder exit speed heeft. Waardoor we eindelijk voorbij zijn aan Liam Lawson en P11 in de wedstrijd hebben. Wat ik nog best knap vind, want we zijn van P20 of zo gestart. En dat houdt dus ook in dat in de actie Oscar Piastri te laat gaat komen. Dat was sowieso geen punten, want de top 8 krijgt punten. Maar Guanyuzu wint de race en wij worden 11, dus dat is op zich netjes. En nu moeten we de hoofdrace als laatste starten. Dames en heren, we gaan ook weer even op naar dit podium. Oké, dames en heren, dan gaan we op naar de hoofdrace, de belangrijkste race van het seizoen. Welkom in Sakhir en het Bahrein International Circuit, waar de grid zich vult voor de race van vandaag. Er zijn voor deze jonge Formule 2 coureurs veel mogelijkheden op deze 5,2 kilometer van het Bahrein International Circuit om te laten zien uit welk hout ze gesneden zijn. De beste mogelijkheid om hierin te halen is de eerste bocht en daar zullen we heel wat actie gaan zien. Maar er zit er ook nog eentje na bocht 4. Er zijn 9 bochten naar rechts, 6 bochten naar links en volop mogelijkheden op het vlakke stuk na bocht 10. Kijken de volgorde van de grid van de race van vandaag terwijl de auto's hun laatste voorbereidingen doen. Theo Pecher heeft vandaag voor zichzelf vrij baan. Hij start op pole position. En Felipe Drugovic staat op P2. En op de rest van de grid hebben we Fittipaldi, Sato, Richard Verschoor en Schwartzman, Aitken, Lawson, Vips, Oscar Piastri, Zhou, Armstrong, Jehan Dovala en Zendeli. Nissani, Beckman, Fiscaal en Ralf Boschoen. Deledda, Samaya, Lungard en Anthony. Nu de voorbereidingen bijna klaar zijn, kunnen we richting de baan. Davide, je bent drievoudig winnaar op deze baan. Volgens mij in 2012, toch? Hoe is het je gelukt om je banden het een hele race vol te laten houden? Ze slijten zo snel hier. De sleutel tot de race is een goede start. Zodat je een goede positie krijgt. Dan de banden zoveel mogelijk sparen en er op het einde tegenaan gaan. Oké, nou, dan gaan we dus beginnen aan de laatste race van deze video. En dat is de hoofdrace. De lampen aan en de lampen zijn uit, dames en heren. Lungard is niet zo lekker weg. Sterker nog, we zijn veel beter weg dan Lungard. Waardoor we eraan voorbij kunnen. Kunnen we dan ook direct voorbij aan Deledda? Oh, Lungard zit er nog naast, maar wij knijpen hem af. Waardoor we naast Deledda kunnen. En ook zelfs naast Samaya eruit wonnen. Alleen Samaya komen we niet voorbij op dit moment.
Maar wij duivelen naast de Leda en zelfs naast Ben Fiscaal. We raken de achterkant van Borsjoen, waardoor Fiscaal er nog wel aan voorbij kan. Dan switchen we naar ronde 1 nog steeds. Oh, Fiscaal. Je hebt niet zo lekker exit, waardoor we ernaast kunnen bij Ben Fiscaal. En dan hebben we de eerste Nederlander te pakken, dames en heren. En dan kunnen we nu op naar Ralf Borsjoen. Borsjoen heeft niet zo heel erg veel bereikt in de Formule 2. Heeft volgens mij maar 1 Grand Prix gewonnen of zelfs 0. Dat weet ik niet, 100% zeker. Of ik hier met feiten spreek. Want ja, ik ga wel feiten uitspreken en niet aannames. In ieder geval kunnen we ook nog naast Ralf Borsjoen. Ik denk dat we er wel duif voor me aangezien hij moet remmen. Roy Nissany en Daruvala zijn in gevecht. Op zich knap dat Roy Nissany in gevecht is. Normaal beukt hij ze eraf, waardoor mensen over een curbstone heen vliegen en dan op Roy Nissany vliegen. Ja, dat gebeurt dadelijk normaal. Over Roy Nissany gesproken, ik was zo bang voor hem dat we hem direct maar kiezen om in te halen. En dus kunnen we nu op naar Daruvala. En daar hebben we altijd nog wel leuke gevechten mee gehad. We stuiteren iets van de curbstone af. Maar hierdoor kunnen we iets betere exit daar creëren. Waardoor we hier naast Daruvala kunnen komen. En we moeten Daruvala hier wel echt voorbij hoor. Want als hij hier dus naast blijft, wat hij dus doet. Dan is het klaar. Dan kan hij dodelijk zijn. Dan drinkt hij je hier zo over die tyfuscurb heen. Waardoor hij dat dus leuk doet. Maar wij kiezen ervoor om terug te kruisen. En dat doen wij best wel lekker. Daruvala die denkt van verdomme, hij zit ook nog eens aan de goede kant. Wat moet ik nou in godesnaam doen? Nou, gewoon in de rennen en zorgen dat ik eraan voorbij kan en mijn apex kan halen zo. En Daruvala probeerde nog terug te kruisen zoals jullie zagen. Maar hij had zo weinig grip dat zelfs dat hem niet lukte. Dan staan we dus op P15. In nog 4 rondjes te gaan kunnen we Backman misschien nog gaan inhalen. En dan zou je best wel kunnen denken aan P10, P9 voor punten. Maar ja, dat is niet zo makkelijk. Wij kunnen in ieder geval Backman proberen uit te remmen. En we dwingen hem iets wijd waardoor we er voorbij kunnen. Nu kunnen we op naar Armstrong. In de Dams, volgens mij. Weet ik niet zeker. Ja, ik heb gelijk. In de Dams. Marcus Armstrong en Zendeli. Wij rijden dus zelfs race ronde 1:41.526. Dat is op zich wel netjes en lekker. Dan kunnen we Armstrong hier proberen voorbij te gaan. Dat lukt nog niet. We kiezen ervoor om er nog even achter te blijven. Armstrong probeerde hier wat om iets meer exit speed mee te nemen. Nou, dat lukt hem ook nog aardig. En dan kunnen we Armstrong dus nog niet voorbij. Maar hij verrent zich onverwachts. Hij staat helemaal niet onder druk. En hij kan ook helemaal niet naar voren kijken. En dan opeens verrent Armstrong zich. En dat houdt dus in dat wij nu op P13 rijden. En dat was wel op zich grappig. Ik lachte hem op dat moment dood. Maar ja, het kan jezelf ook zo gebeuren. Alhoewel, eigenlijk niet, want ik heb dat uitstaan. We rijden een paarse tweede sector zoals we zien. En dat gaf mij best wel zelfvertrouwen dat we zijn daily ook wel eens kunnen gaan inhalen. Maar kan dat hier al, jongens? Nou, kijk eens, wat een speed. Kunnen we hier al Zendeli voorbij? We remmen hem ernaast bij Zendeli. En dan kunnen we er ook aan voorbij, want Zendeli zit daar op de curb. En dan kan hij nooit een betere exit hebben. Dan kunnen we dus nu oppushen naar Yuri Vips. Ja, die hebben we deze hele video nog niet gezien, volgens mij. We rijden ook weer de snelste race ronde 1:41.465. Op zich lekker. Nou, we rijden weer de snelste race, ronde 1:41.334. Dat doen we in de ene laatste ronde. En dan kunnen we Yuri Vips hierin halen. Ja, ja. Yuri Vips, de Red Bull Junior, is gezien. Nou, als Yuri Vips nu nog daadwerkelijk een Red Bull Junior is, dat weet ik natuurlijk niet. Want na zijn livestream op Twitch, volgens mij was hij dat. Want ik ben echt dom en vergeetachtig. Hier zien we Verschoor, de andere Nederlander. Die proberen we te pushen naar P10. Maar ook hij maakt een gruwelijke fout en gooit hierbij zijn eerste punten weg van het seizoen. Verschoor, wat doe je nou? En daardoor gaan wij de punten binnen. En kunnen we misschien nog op naar Guangzhou 1:41.253.
De verschool verremde zich, waardoor we echt ideaal konden aansnijden. En hier dus ook nog 2/10 wisten te winnen, waardoor we dus nu naar de snelste raceronde konden gaan. En misschien ook nog wel naar de Alpine Junior van de Univirtuosi van Guangyu Zhou. Zou dat dan nog kunnen, dames en heren, in de laatste ronde Guangyu Zhou inhalen? Nou, het lijkt erop van wel. 2/10 is het gat maar. En dan weten jullie wat ze kunnen doen. Ja hoor, dan kunnen we hier even voor de betere exit gaan. En dan kunnen we hem natuurlijk hierna zetten. En natuurlijk weet Zhou niet wat hij moet doen. En dan staan we op P9. En dan pakken we eindelijk weer punten. Want Guangyu Zhou gaat 3/10 niet dichtrijden. En wij gaan 16 op Oscar Piastri ook niet dichtremmen. Alhoewel het nog wel 15e wordt. Maar dat maakt niet uit. 14e. Piastri wordt 8e. Wij 9e. Guangyu Zhou 10e. En Verschoor vergooit zijn race. Hij wordt 11 dus. Dames en heren. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Vergeet te abonneren en te liken voor meer. Jullie zien het kampioenschap straks nog wel. Wij gaan naar het podium. En ik zie jullie later bij de volgende video. Later mensen. Zien we onze coureurs het podium bestijgen na die schitterende race vandaag. Zij blonken hier uit, zoals ze zo vaak doen. En de overwinning is zeer verdiend. De winst is vandaag voor Virtuosi. Nu is het tijd om te zien hoe dit resultaat effect heeft op de kampioenschappen. Felipe Drugovic neemt de leiding in het coureurskampioenschap. Eens kijken, Davine van Secchi. Wie vind jij een van de beste coureurs van vandaag? Lastig. Maar ik ga voor de coureur van Carlin. Ze lieten een nauwkeurig inzicht zien tijdens de wiel-aan-wiel situatie. Ze hebben volwassenheid en geduld laten zien. En nu eens zien waar de teams komen te staan. Virtuoos. We'll be right back.